vuurwerk. Om het hoekje hier niet ver vandaan wacht Bing op het vuurwerk vandaag. Flop, Flop, ik zie er eentje. Ik zie vuurwerk. Oh, waar? Ah, wijs eens aan. Daar. Het is niet heel groot vuurwerk. Dat komt omdat het een vliegtuig is. Oh ja, het is een vliegtuig. Het vuurwerk is nog niet begonnen, Bing. Ik ben een superharde knalvuurpijl. Woesh! Bang! Oh, superhard. Niet bang zijn, Flop. Nee hoor. Zullen we naar buiten gaan? Daar is waarschijnlijk veel lawaai, Bing. Ah, Sula en Amma. Hallo Bing, ik ben het. Hoi Sula. Hallo Bing, ik ben het. Hallo Sula. Wat? Hallo Bing. Sula kan je niet horen. Kijk Bing, mijn oorwormers maken het geluid heel zacht. Behalve dat van Sula. Waarom wil je dat alles heel erg zacht klinkt, Sula? Wat? Waarom wil je dat alles heel erg zacht klinkt? Wat? Vertel even waarom je je oorwarmers op hebt. Ik hou niet van heel hard vuurwerk, Bing. Mijn oorwarmers maken het geluid zachter. Hoor je? Zachter. Hard. Zachter. Hard. Zachter. Hard. Oh, ik wil er ook eentje. Ik pak hem weer terug, Bing. Vuurwerk! Wow. Wow. Oh. Wow. Oh. Oh, kijk, Bing. Dat is misschien een knalvuurpijl. Waar? Waar? Kijk daar maar. Kijk, boven de bomen. Ik zie het niet. Ik zie het niet. Kom, we gaan naar buiten, Flop. Niet de deur open doen, Bing. Dan komt het lawaai binnen. Maar ik wil de vuurpijl zien. Nee, Bing. Het is te eng. Ik ben niet bang. Maar je hebt geen oorwarmers. Nee. Ja. Nee. Oké, boze brulberen. Nu heb ik oorwarmers nodig. Ik wil naar buiten. Ik blijf binnen, waar het stil is. Goed idee, Sula. Ik blijf bij jou. Oké, kom op. Woe! Woesh! Woe! Dat was best wel hard. Gaat het, Bing? Oh, ja hoor. Oh. Kijk, die vind ik mooi. Oh. Wow. Oh, is het afgelopen, Flop? Laten we nog even wachten. Misschien komt er nog wel eentje. Er was een luide knal. Bing heeft even stilte nodig. Oh, veel te hard. Oh, arme Bing. Laat het stoppen, Flop. Ik denk niet dat ik dat kan, Bing. We kunnen het wel een beetje zachter laten klinken. Het komt goed, Bing. Hier binnen is het geluid zachter. Bing heeft oorwarmers nodig, Sula. Daar komt een grote. Ah, probeer deze eens. Kom eens met je oren. Het geluid is nu veel zachter.
Bing, werken ze? Wat? Oh ja, ik denk dat die oorwormen werken. Inderdaad. Wauw. Bing, kijk. Bing, wat? Het is niet eng, Bing. Sta maar op. Ah, dat is een super vuurpijl. Maar dan niet zo hard. Ik ben blij voor je, Bing. Oh. Ah, hoi. Ik wilde kijken naar de superharde knalvuurpijlen. Kaboom! Poef! Sula had oorwormers op, want zij was bang voor de knallen. Ik was niet bang, dus ik ging naar buiten. Maar toen deed hij een superharde knalvuurpijl. Boom! En dat was veel te hard. En ik was bang. Dus toen gaf Flop mijn speciale oorwanten. Je kunt de knallen niet stoppen, maar je kunt ze wel zachter laten klinken. Vuurwerk. Het blijft een ding-ding. Maar alleen als het zachtjes is. Stoffie. Om het hoekje, hier niet ver vandaan, zijn Bing en Flop aan het knoeien vandaag. Oh, een heerlijk kopje koffie. Geeft niks. Het was gewoon een onhandigheidje. Ik laat de slobberkikker het wel opdrinken. Slobberkikker! Kijk eens hoe dorstig slobberkikker is. Inderdaad. Ah, zo. Nu is het tijd voor dat kopje koffie. Oeps. Oh. Flop, ik knoei helemaal. Geeft niks, Bing. Gewoon weer een onhandigheidje. Slobberkikker vindt het lekker. Slobberkikker heeft altijd dorst. Flop, het pak ontbijtgranen viel om. Inderdaad. Misschien is het beter als jouw auto hier op de grond blijft, Bing. Ja, anders gooit hij de ontbijtgranen weer om. Denk je dat slobberkikker ontbijtgranen kan drinken? Malle Flop. Slobberkikker eet ontbijtgranen. Kijk maar. Slobberkikker kan denk ik geen ontbijtgranen eten. Maar wie dan wel? Ik kan dat. Maar jij eet niet van de vloer. Maar we kennen wel iemand die van de vloer eet. Oh, ik weet het! Stoffie! Ja! Laten we Stoffie gaan pakken. Stoffie, word wakker. Stoffie, we hebben iets lekkers voor je. Yummy, yummy, yummy. Het ligt op de grond. Hallo, Stoffie. Hallo. Wil je wat ontbijtgranen? Ja, graag. Hij zegt ja. Dat komt goed uit. Oh, mag ik het doen, Flop? Oké, Bing. Zal ik Stoffie voor je aanzetten? Ja. Oké. Hup, 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 hup. Je hoort ze allemaal zijn buikje ingaan. Hij heeft vast honger. Daar ligt nog een beetje. Oh, hier. En hier ook nog wat. Oh, hier zo. Klaar? Nog een beetje. Oké. Oh, nee. Oh, ah, Flop, zet hem uit. Wat
is er, Bing? Stoffie heeft mijn auto opgegeten. Heeft Stoffie je auto opgegeten? Oh. Stoffie, waar is mijn auto? Ik wil mijn auto terug. Nou, misschien kunnen we hem terugkrijgen. Hoe dan? Ik maak hem open en ik kijk of ik jouw auto kan vinden in zijn buikje. Doet dat pijn? Klik. Nee hoor, Stoffie voelt geen pijn. Hij heeft een klep. Wat is een klep? Dat is dit kleine deurtje waarmee je Stoffie's buikje kunt openmaken. Oeh. Het is oké. Ga maar even daar staan. Het is best een beetje vies. Oh. Daar gaat hij. Ik zie het al. Aha, daar ben je gebleven. Kijk. Dat is mijn auto niet. Daar ben je. Mijn auto. Waarom had Stoffie mijn auto op? Stoffie deed dat vast per ongeluk. Het was een onhandigheidje. Stoffie, geen auto's eten, dan krijg je buikpijn. Misschien wil Stoffie nu even slapen. Na het eten van al die ontbijtgranen en jouw auto. Oh, oké. Tot ziens, Stoffie. Tot ziens. Ik ben heel erg moe. Eet geen auto's. Oké. Inderdaad. Wow. Ah, koffie. Oh. Dat geeft niks, Flop. Het was een onhandigheidje. Ja, gewoon een onhandigheidje. Stoffie eet het wel op. Natuurlijk. Niet ondeugend gaan doen en mijn auto opeten, Stoffie. Oké. Inderdaad. Wil jij op de knop drukken? Ja. Oké. Hup, 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 hup. Dank je, Bing. Ah. En nu is het tijd voor mijn kopje koffie. Bedankt, Flop, maar voor de yummy koffie. Dank je, Flop. Mijn ontbijtgranen vielen op de grond. Oeps. Dus hielp ik Flop met schoonmaken. En Stoffie at ze allemaal op. Yummy, yummy, yummy. Maar Stoffie at mijn auto op. En ik kreeg hem niet meer terug. Flop haalde mijn auto uit Stoffie's buikje. En ik kon dat niet doen, want het is een elektrisch apparaat. Een onhandigheidje is niet erg. Maar je moet wel voorzichtig zijn als je het schoonmaakt. Een onhandigheidje? Het is een Bing-ding. En we maakten het schoon. Ballon. Om het hoekje, hier niet ver vandaan, vinden Bing en Sula iets vandaag. Kijk. Oh, wat hangt daar in de boom? Waar? Nou, daar. Ik weet niet wat dat is. Zullen we gaan kijken? Oké. Whee! 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 Oeh, wat is het, Flop? Het is een zwevende ballon. Oh, een ballonneentje. Oh, helemaal eens een uppie. Kun je het uppie eentje loskrijgen, Flop? Ja. Ik kom eraan. Hoe is de ballon in die boom terechtgekomen? Ik denk dat iemand het touwtje niet goed vasthield. En toen vloog die in de boom. Oh, mag ik hem vasthouden? En ik. Laten we hem om de beurt vasthouden. Ik eerst. Je kan niet allebei eerst zijn. Weet je wat? Ik hou het touwtje achter mijn rug. En degene die raadt in welke hand ik het touwtje heb, mag eerst. Deze. Jullie kunnen niet dezelfde hand kiezen. Oh, oké. Die daar. Die daar. Ah. Oh. Alsjeblieft, Bing. Ja, ik ga Uppie eentje helemaal laten vliegen naar de vijver. Dat is een beetje ver, Bing. Neem Uppie eentje maar mee naar het bankje. Ja. En dan is het Sula's beurt. Uppie eentje. Kwak, kwak, kwak. Kwak.
Hou het touwtje goed vast, Bing, anders vliegt Uppie eentje weg. Wee! Bing, je moet naar het bankje vliegen en dan ben ik aan de beurt. Boehoe, ja! Mijn beurt! Wanneer is het weer mijn beurt, Flop? Vlieg jij maar naar die boom toe, Sula. Oké. Okay. En daarna is het weer jouw beurt, Bing. Kom maar, Uppie eentje. Ik vind wachten niet leuk. Tja, je hoeft niet te wachten als jullie Uppie eentje samen laten vliegen. Maar kijk, er is maar één touwtje. Dan maak ik er twee van. Hoppa. Zo. Nu kunnen jullie hem allebei vasthouden. Oh, dank je, Flop. Goed vasthouden. Ja! Oh nee! Hij vliegt weg! Flop! Oh, bedankt, Flop. Hier, als jullie niet willen dat Uppie eentje wegvliegt... Hou hem dan goed vast en ga samenwerken. Goed, probeer het nog eens. Nu zijn we samen, Uppie eentjes. Waar gaan we heen, Bing? Ik weet iets. Uppie eentjes, vlieg naar de lantaarnpaal. Ja! Uppie eentjes, kwak, kwak, kwak. Bing, niet zo snel. We moeten samenwerken. Oké. Uppie eentjes, vlieg naar die blauwe struik. Dat is een rhododendron. Dat klopt, Sula. Goed vasthouden en samenwerken. Uppie eentjes, kwak, kwak, kwak. Uppie eentjes, kwak, kwak, kwak. Waarheen nu? Oké. Uppie eentjes, vlieg naar het standbeeld. Ja! Uppie eentjes, kwak, kwak, kwak. Uppie eentjes, goed vasthouden en samenwerken. Wij nu. Uppie eentjes, vlieg naar de vijver. Eentjes. Uppie eentjes, kwak, kwak, kwak. Uppie eentjes, kwak, kwak, kwak. Oh. Oh nee. Oh. Kijk. Hij vliegt weg. Pak hem, Flop. Het is te hoog, Bing. Ik kan hem niet pakken. Komt hij weer naar beneden? Ik denk het niet. Hij is nu al veel te hoog. Oh, nee. We hielden hem niet goed vast. We werkten niet zo goed samen, hè, Bing? Inderdaad. Nee. Ik vind Uppie eentje spelen leuk. Ik ook. Hé, jullie kunnen nog steeds Uppie eentje spelen. Maar we hebben toch geen Uppie eentje meer waarmee we kunnen vliegen? Ah, ik heb een idee. Ik vlieg misschien niet zo goed als de ballon eend, maar ik kan wel goed vasthouden. Hier. En samenwerken. Jij bent het middelste eentje, Flop. Waarheen nu? Uppie eentjes, vlieg naar de muziekkoepel. Uppie ja! Eentjes! Uppie eentjes! Uppie, Uppie eentjes! Kwak, kwak, kwak! Kwak, kwak, kwak! Hi! Ik en Sula vonden een ballon. En die was vast komen te zitten in een boom. Het was moeilijk om op onze beurt te wachten. Dus speelden we er samen mee door samen te werken. Maar toen vergaten we samen te werken en goed vasthouden. Dus het ballon-eentje vloog weg. En toen kon niemand meer met het ballon-eentje spelen. Dus Flop werd het eentje. En toen konden we weer spelen. Als het moeilijk is om op je beurt te wachten, dan verzin je gewoon een nieuw spel. Samenwerken. Het is een bing-ding. Uppie eentje! Kwak, kwak, kwak! Pierenbad. Om het hoekje, hier niet ver vandaan, gaat Bing naar het pierenbad vandaag. Sula! Sula! Sula, ik ben het!
Hallo. Heeft er iemand haast? Ja, ik. We gaan naar het pierenbad. Schiet op, Zula. Flo. Hallo, Bing. Ik heb een nieuwe bal. En ik ga ermee spelen in het water. En dat spettert. Ik heb een duikbril. Oh. Mooi hoor, Bing. En jij, Flop? Wat heb jij? Ik heb de picknick. Mag ik het zien? Tuurlijk. Oh, sap. En druiven. En broodjes. En wortelstokjes. En haverkoekjes. En ik heb verse worteltjesbagels gemaakt voor jullie pierenbadpicknick. Oh, bedankt, Anna. Worteltjesbagels. Oh, jij gaat in de wheelie. Jam, 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 jam. Dank je, Anna. Heel graag gedaan, Flop. We gaan. Ja, we gaan. Ah, ah, ah. Oh, wacht eens even. Het is altijd heel druk in het pierenbad. Dus jullie blije bijtjes moeten ervoor zorgen dat je Flop altijd kan zien en dat hij jullie kan zien. Ja, Anna. Oké, Anna. We gaan. Wacht eens even. Niet rennen in het water, oké? Oké. Oké. Kom, we gaan, Bing. Kom mee. Wacht eens even. Oh, Anna. Het allerbelangrijkste is... niet plassen in het water. Ik zou toch nooit in het water plassen? Ik ga mijn best doen. Veel plezier. Dag, Anna. Kom mee, dag, Anna. Mama. Schiet nou op. Ik ben dol op het pierenbad. En als we daar zijn, laat ik mijn nieuwe bal spetteren in het water. En ik zet mijn duikbril op. Oh, ik zet mijn duikbril nu al op. Dat is grappig. Hallo daar. Je bent helemaal blauw, Zula. Ik ben niet blauw. En de bomen en het gras. En zelfs jij, Flop. Kom mee, Bing. We zijn er bijna. Schiet op, Flop. Kom mee. Kijk. Wat staat daar, Flop? Er staat dat je niet met je bal in het water mag spelen, Zula. Oh, maar ik wilde zo graag met mijn bal spetteren. Spetter, spetter, spetter. Oké. Flop, wat betekent dat plaatje? Nou... Die weet ik wel. Dat is niet rennen. Dat had oma al aan ons verteld. Inderdaad. Kijk dat plaatje eens. Jam. Jam. En dat betekent niet eten, Bing. Maar dan kunnen we niet picknicken. Bing, picknicken doe je toch helemaal niet in het water? Dat doe je aan de kant. Ja, in het water worden je lekkere worteltjesbekels helemaal soppig. En als eten in het water valt, dan wordt het bleh. Oké, dus niet spetteren. Niet rennen en niet bleh. Klopt dat zo? Oh, en niet plassen in het water. Oké, we gaan. En? En hup, 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 hup. Oh, waar zijn alle mensen? Flop, kijk. Oh, nee. Oh, nee. Waar is het water? Zo te zien is het pierenbad niet gevuld. Nu kunnen we niet in het water spelen. We kunnen helemaal niks doen. Ik wilde mijn duikbril opdoen in het water. Dit is echt niet leuk. Oh. Weet je dat zeker? Hup. Het water is er niet vandaag. Hup, hup, hup. Maar het pierenbad wel. Hup. Bing, je mag niet met de bal in het pierenbad spelen. Dat spettert. Maar er is nu geen water. Nee, je kan niet spetteren als er geen water is. Oh ja. Mogen we nu rennen, Flop? Ja, je kan namelijk niet uitglijden als er geen water is. Wee! Bing, vangen! Vangen! Wee! Hehehe.
Ik ving hem. Is het picknicktijd? Ja. Yep. We kunnen picknicken in het pierenbad, want er is geen water, dus het eten wordt niet bleek. Goed idee, Sula. Een pierenbad zonder water is echt leuk. Het is superleuk. Ja, gelukkig is het pierenbad leeg vandaag. Zo, wie wil er een broodje? Ikke! Yummy, yummy. Worteltjes bagels. Hi, ik en Sula gingen naar het pierenbad. En we hadden er zin in. En ik had een nieuwe duikbril. Maar toen we aankwamen, was al het water weg. En we waren verdrietig. Maar toen gingen we toch spelen in het bad. En we gingen zelfs picknicken in het pierenbad. Als je niet kan doen wat je graag wil doen, dan kun je iets anders doen. En soms is dat zelfs leuker. Spelen in een leeg pierenbad. Het is een bingding. Maar dan mag je nog steeds niet plassen. Logeren. Om het hoekje, hier niet ver vandaan, gaan Bing en Coco logeren vandaag. Oei. Goed. Pyjama's aan? Ja. Tanden gepoetst? Ja. Wat nu? Meer woesje. Oh, maar het weltrustenspel dan? Dat speel ik altijd voor het slapen. Ik speel geen weltrustenspel. Ik woesje altijd. Tja, iedereen doet iets anders voor het slapen gaan. Maar als je bij elkaar logeert, dan moet je samen een weltrustenspel doen. Dus we kunnen woesje en het weltrustenspel spelen. Oh, ja. Hoe gaat dat spel, Coco? Ik laat het zien. Eerst heb je regenboogveeënmuisjes nodig. Komen de regenboogveeënmuisjes ook logeren? Ik kan niet slapen zonder mijn veeënmuisjes. Ik kan niet slapen zonder Hoppity. Stel ze maar aan elkaar voor. Hallo, ik ben Violet. Ik ben de koningin van alle regenboogveeënmuisjes. Ik hou van allemaal evenveel. Maar van haar hou ik het meeste. Ik ben Hoppity. Hallo, ik ben Rosa. Hallo. Ik ben Hoppity. Hallo, ik ben Zonne. Ik ben Hoppity. Ik ben Amber. Ik Marijn. En ik ben Laura. En ik Klavertje. Ik ben Hoppity Woosh. Oh, moet je kijken wat Amber kan. Je drukt op dit knopje. Oh, het is nog even een verrassing. Oh. Ik laat het straks zien als we in bed liggen. Zijn dit ze allemaal, Coco? Ja. Ah. Oké. Nu is het tijd om te woesjen. Wacht eens eventjes. Ik heb het weltrustenspel nog niet gespeeld. De regenboogveeënmuisjes moeten weltrusten zeggen tegen alles hier. Waarom? Omdat dit het weltrustenspel is. Kom mee. Oké. Weltrustenladekast. Weltrustenladekast. Weltrustenkledingkast. Weltrustenkledingkast. Welterusten gordijnen. Welterusten gordijnen. Welterusten speelgoed. Welterusten lamp. Welterusten deken. Welterusten boeken. Ja. Welterusten. Alle andere spullen. Oké, dan gaan we nu woesje. Dat doe je zo. Hoppity woes. Hoppity woes. Goed, we hebben het spel gedaan. Ja. En gewoesht. Ja. En wat nu? Een verhaaltje. Dat rustenkusjes. We doen het allebei. Ja, allebei. Goed idee. Doe jij maar het eerste kusje. Welterusten, Coco. Dank je, Bing. Maar je moet mij niet kussen, maar Hoppity. En de veeënmuisjes. Oh. Welterusten, Hoppity. Mwah. Nu jij. Welterusten, Hoppity. Nu jij, Flop. Oh, welterusten, Hoppity. Nu kussen we de veeënmuisjes. Welterusten, Violet. Mwah. Nu ben jij, Bing. Welterusten, Violet. Mwah. Welterusten, Rosa. Mwah. Welterusten, Zonne. Mwah. Welterusten, veeënmuisjes. Bing, je moet ze allemaal welterusten zeggen. Dat doe ik ook. Welterusten allemaal. Krijgen we nu een verhaaltje? Tuurlijk. Oh, mag
Mag ik dan nog een glaasje water bij mijn bed, Flop? Oké. Kruip jullie maar vast lekker in bed en dan ben ik zo terug met wat water. Schrijf op, Bing. Zo pas ik er niet bij. Jouw voeten zijn koud. Jij hebt veel meer ruimte, Bing. Oh, ik moet mijn uilnachtlampje nog aandoen. Wacht, doe de lamp uit. Dan laat ik Amber speciale kracht zien. Maar ik heb mijn uilnachtlampje nodig. Het is echt leuk. Hier, hou maar vast. Oké, klaar, Bing? Ja. Let's op. Oh, ik vind het niet leuk. Wat is er, Bing? Het is donker. Doe het licht aan. Druk op het knopje. Oh. Waarom is het hier zo donker? Coco maakte alles donker. Het moet donker zijn. Waarom moet het donker zijn, Flop? Ik wil mijn uilnachtlampje. Coco, kan het niet allebei? Maar dan kun je niet zien wat Amber kan doen. Ik snap het. Als het licht uit is, dan zie je het veel beter. Vind je dat goed, Bing? Oké. Maar niet te lang, hoor. Oké. Ze is helemaal oranje. Zie je? Ik zei toch dat je het leuk zou vinden? Amber is mijn nachtlampje. El is mijn nachtlampje. Oh, kijk wat mooi. Flop, mogen allebei de nachtlampjes aan? Natuurlijk. Zo, wie is er klaar voor een verhaal? Ik! Oké. Heel lang geleden ontmoette Hoppety Woesh een veeënmuisje genaamd Amber. Hoi! Coco kwam bij mij logeren en ze nam heel veel regenboogveeënmuisjes mee. We deden mijn bedtijddingen, zoals Woesje en Coco's bedtijddingen. Maar Coco maakte het donker en ik was bang. Maar toen gaf Amber het veeënmuisje ons weer licht. En we deden allebei ons nachtlampje aan. Als er iemand bij je komt logeren, doet hij vaak andere bedtijddingen. Maar het is juist leuk als je het allebei doet. Logeren? Het is een bingding. Je kunt ook allebei de nachtlampjes aandoen. Zorgen voor Flop. Om het hoekje hier niet ver vandaan is Bing net wakker geworden vandaag. Flop! Flop! Goedemorgen, Bing. Heb je zin in een ontbijtje? Oh, ja, heel graag. Goed gedaan, Bing. Je stem klinkt gek, Flop. Ik voel me niet zo goed. Waarom niet? Mijn keel doet zeer. Oh, arme Flop. Ik maak thee met honing en citroen voor mijn zere keel. Dat dronk ik ook een keertje, toen ik zo verkouden was. Inderdaad. Eerst wat lekker fris citroensap. En een beetje honing. Ik kan wel voor jou zorgen, Flop. Dank je, Bing. Kom maar mee. Oké. Ga maar lekker op de bank liggen. Maak je geen zorgen, Flop. Ik zorg dat je je weer beter voelt. Hier, een kussen. Dank je, Bing. Je hebt een dekentje nodig. Zo, nu heb je het lekker warm. Inderdaad. Zo warm als een tosti. Oh, ik weet iets. Hier is Hoppety. Hij kan heel goed iemand beter maken. Hallo Hoppety. Ja. Is je zere keel nu over? Nog niet. Maar het voelt al beter. Maar je klinkt nog steeds gek, Flop. Het duurt even voor mijn zere keel over is. Ik weet iets. Hoppety Woesh en de eenzame slaakrop. Wil je dat ik die aan je voorlees? Nee, ik moet hem voorlezen aan jou.
want ik ben voor jou aan het zorgen. Oh, dat lijkt me heel fijn. Hoppetie woesh en de eenzame slaakrop. Hoppetie lag heel diep te slapen. Oh, er is iemand aan het huilen. Dus Hoppetie deed woesh. En kijk Flop, dat is de slaakrop. Flop, je moet wel luisteren. Oh, jawel, ik luister, Bing. Ben je nu wel beter? Ik ben al een beetje beter, want ik geniet heel erg van jouw verhaal. Oh. Atjoe, je hebt meer thee met honing en citroen nodig. Ik haal het wel even. Pas op dat je de fluitketel niet aanraakt. Misschien is hij nog heet. Oh, oké. Geef me maar wat koud water, alsjeblieft. Ah, koud water. Daar ga je je beter van voelen. Oh, pinguïnbeker. Je mag mijn pinguïnbeker wel gebruiken. Hmm. Oh, dank je, Bing. Pst. Citroen. En wat honing. iets meer. Bing. Het is bijna klaar, Flop. Ik pak ook een wortel voor je. Oké. Nee. Gevonden! Het is een hele lekkere. Oh. Ik was hem even. Oh, goed. Ja. Oké. Gaat het goed, Bing? Ja, ik kom er zo aan. Zo, klaar. Wow. Niet bewegen, wortel. Blijf liggen. Oh nee. Gaat alles goed, Bing? Nee. Jouw koude water met honing en citroen viel gewoon op de grond. Maak je geen zorgen. Het geeft niks. Kom maar, dan gaan we je plakkerige handjes wassen. Ik had een hele lekkere wortel voor je. Weet ik. En door jou kon ik me even ontspannen. Maar je klinkt nog steeds heel gek, Flop. Weet ik. Wanneer ben je weer beter? Tja, dat duurt eventjes. Maar misschien morgen. Oké. Er is één ding dat je me niet hebt gegeven. Wat dan? Oh, iets dat we beide nodig hebben. Een knuffel. Ik kan heel goed knuffelen. Ja, dat klopt. Oh, zullen we tv kijken? Ja hoor. Jij mag kiezen, Flop. Dat is heel lief van je. Flop voelde zich niet lekker, want hij had een hele zere keel. En hij klonk helemaal... Arme Flop. Dus ik zorgde voor hem. Met een kussen en een dekentje en Hoppetie. Maar toen maakte de honing en de wortel een troepje. Flop zei dat hij een knuffel wilde. En dus gingen we samen lekker op de bank zitten en keken naar Hoppetie op tv. Zorgen voor Flop. Het is een Bing-ding. En nu voelt Flop zich weer beter. Een ijsje. Om het hoekje, hier niet ver vandaan, is Bing op weg naar het park vandaag. Hallo Arlo. Arlo heeft het warm, maar hij heeft een lekker plekje gevonden in de schaduw. Is het fijn daaronder? Flop, het is Lily. Mag ik een ijsje halen? Alsjeblieft. Waarom niet? Maar waar is ze? Daar is ze. Kom mee, Bing.
Hallo, Popsy. Schiet op, Flop. Kom mee. Ja. Oh, nee. Rood konijntje. Het groene konijntje komt zo terug. Kom op, groen konijntje. We moeten oversteken. We willen een ijsje. Wat voor smaak ga je nemen, Bing? Yummy wortel. En wat ga jij nemen, Flop? Ik neem, denk ik, een fruitstokje vandaag. Oh, ja. Zo'n hele lange? Met chocoladesaus? Mm-hmm. Yummy. Inderdaad. Oh. Kom snel en... Hup, 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 hup. Waar is ze? Laten we luisteren. Ik hoor haar niet. Daar! Ah. Ze is daar! Snel! Oké. Kom op! Oh, we gaan een ijsje halen. Oh, daar is ze! Oh, nee! Oh. Kijk! Sorry, ik geef de brug een likje verf, dus je zult moeten omlopen. Oh, maar we willen een ijsje. En Lily staat daar. En ze gaat bijna weg. Ik snap het. Nou, vooruit dan. Jullie mogen erdoor. Dank je. Graag gedaan. Dank u. Oh, ze gaat er vandoor. Geen zorgen, Bing. Het komt wel goed. We halen haar wel in. Oké, kom mee, Flop. Dank u. Succes. Lily, wacht op mij. Alsjeblieft. En geniet ervan, hè? Dank je. Lily. Wat is er allemaal aan de hand, Popsy? Oh, ik zie het al. Onze laatste twee klanten. Hé, hey, hallo, Bing. Hallo, Lily. Hallo, Lily. En hallo, Flop. We gingen bijna weg. Hallo, Popsy. We renden achter je aan, door het park heen en over de brug. En we renden en renden. Dan hebben jullie het nu vast heel warm. En jullie zijn op de juiste plek voor iets lekkers en verkoelends. Wat wil je graag? Mag ik een wortelijsje met chocoladesaus, alsjeblieft? Natuurlijk. Maar eerst wil ik graag iets heel erg belangrijks van je weten. Wil je dat ijs in een bekertje? Of een hoorntje? Hoorntje, met oren. Oké, dan. Chocolade. Alsjeblieft. Eén wortelijsje met chocoladesaus in een hoorntje. Met oren. Dank je. Oh, yummy. Zo, en wat wil jij, Flop? Ik wil graag zo'n lekker fruitstokje, met chocoladesaus erop, Flop. Oh ja. Oké. Eén fruitstokje met chocoladesaus. Komt eraan. Alsjeblieft. Oh, heerlijk. Dank je, Lily. Graag gedaan. Oké, Popsy, we zijn klaar hier. Tot snel. Tot snel. Bedankt, Lily. Doei, doei. Dag, Popsy. Dag, Pien. Dag, Flop. Tot snel, Popsy. Oh, nee. Oh, mijn ijsje. Oh, nee, hè. Hij moet er weer op, Flop. Oh, dat kan niet, Bing. Oh. Er zit nu vuil aan van de grond. Oh. Kijk, wat vervelend voor je. Nu is Lily weg. En ik wilde heel graag mijn ijsje eten. En hij was zo yummy. Ach. En nu is hij vies. Kom maar, Bing. Hier. Wil je deze even voor me vasthouden? Hij druppelt, Flop. Oh, dan moet je er even aan likken. Nu heb ik geen ijsje en Lily is weg en ik heb niks meer. Je hebt je horentje nog. En zo te zien heb je een fruitstokje. Maar die is toch van jou? Wil je hem met me delen, Bing? Wat is je lievelingsfruit? Ik ben dol op banaan, Flop. Oké, hier komt banaantje. Banaantje.
Oh, wat dacht je van meloen? Oeh. Is het lekker? Yummy. Dank je, Flop. Ik vind ananas ook erg lekker, hoor. Hier, eet maar op. Nu heb je een fruithorentje. Yummy. Ik zag Lily, dus we renden en renden. En we kwamen echt precies op tijd. Maar toen viel mijn ijsje eruit en werd hij helemaal jakkie vies op de grond. En ik was verdrietig. Toen had ik geen ijsje meer. Maar Flop maakte voor mij een fruithorntje. En dat was yummy. Je ijsje laten vallen. Het is een bingding. Ik ben dol op fruithorntjes. Niet van jou. Om het hoekje hier niet ver vandaan zijn Bing en Flop aan het winkelen vandaag. Oh, Arlo. Hallo, Arlo. Hallo, Arlo. Hallo, Petjet. Hallo, Bing. Flop heeft een boodschappenlijstje en ik help hem. Oeh, hi, Flop. Hallo, Petjet. Wat is het eerste? Even kijken. Het eerste is witte kool. Witte kool. Oh, hier. Dank je, Bing. Oké, nu hebben we nodig 6 wortels. Oh, die pak ik wel. Wortels. 1, 2, 3. Ik heb er 3, Flop. Mooi. En ik heb 4, 5 en 6. Wortels zijn mijn lievelings. Ja, en deze zien er heerlijk uit. Hebben we nog meer dingen nodig? Ja, eieren. Hier. Oh, voorzichtig, Bing. Ja, eieren gaan snel stuk. Oké. Goed gedaan, Bing. En dat was het. Oh, ik ben toch nog 1 ding vergeten. Wat? Iets lekkers voor na het avondeten. Oh, wat voor lekkers. Nou, zou jij dat willen kiezen, Bing? Ja. Ik kan heel goed kiezen. Deze. Zullen we deze nemen? Alsjeblieft, Flop. Natuurlijk. Wortelmuffins. Dat zijn ook mijn lievelings. Deze is voor mij. En deze is voor Flop. Een hele goede keus, Bing. Goed. Is dat alles? Ja, ik denk het wel. 1 witte kool. En 6 wortels. En eieren. Oh nee, is deze gebroken? Nee, volgens mij is hij nog heel. Oh, gelukkig. Alsjeblieft, Flop. Oh. Dat is dan 4,50 alsjeblieft. Smakelijk eten alvast. Dank je, Padgett. Hé, waar is Bing? Kom je, Bing? Dan gaan we het avondeten maken. Oh, ja, eten! Oh, daar ben je. Kom mee, we gaan. Dag, Flop. Hop. Dag, Bing. Doei, 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 Padgett. Doei, Arlo. Flop, mag ik helpen met het eten maken? Tuurlijk, dat is gezellig. Hallo. Hallo. Ik ben op zoek naar de bibliotheek. Oh ja, je rijdt door tot boven aan de weg. En dan ga je rechts. Oh. En dan links bij de stoplichten. En de bibliotheek is daarna aan je rechterhand. Oh, oké, bedankt. Dat is heel aardig van u. Oh, graag gedaan hoor. Doei, doei. Dag. Oh, wat heb je daar, Bing? Een lollyflop. Het is aardbeiensmaak. Maar hoe kom je daaraan? Hij is van mij. Ik vond hem in de winkel. Ah, en hebben we ook betaald voor die lolly? Nee. Oh, maar als we er niet voor hebben betaald, dan ben ik bang dat de lolly nog steeds van Padgett is. Oh, mag ik hem houden? Nee, Bing. Hij is namelijk niet van jou. Waarom niet? Iets meenemen zonder ervoor te betalen is niet goed, toch? Dat heet stelen.
Oh, ik kan hem teruggeven. Ja, je kan hem teruggeven. Maar denk je dat iemand hem nu nog wil kopen? Nee. Ik heb eraan gelikt. Precies. Je kunt hem niet meer terugleggen. Ik wist niet dat ik aan het stelen was. Het spijt me, Flop. Dat weet ik. Zullen we teruggaan en met Padgett gaan praten? Oh, oké. Okay. Kom maar. Hallo, Bing. Hallo, Flop. Nu al terug? Hallo, Padgett. Hallo, Padgett. Vertel het maar, Bing. Sorry, Padgett. Zeg je sorry? Waarvoor? Ik heb een lolly gepakt en ik wist niet dat dat stelen was. En ik heb eraan gelikt. Oh, oké. Zal ik hem terugnemen? Ja. Dank je, Bing. Je had de lolly niet zomaar mogen pakken, maar het was heel dapper dat je sorry kwam zeggen. Oh, dank je wel, Padgett. Goed, dan betaal ik nu even voor de lolly. Alsjeblieft. Dank je, Flop. Weet je, ik kan betalen voor de lolly met dit. Oh, dank je, Bing. Dat is heel erg lief van je. Maar nee, dat hoeft niet. Flop heeft al betaald voor de lolly, dus hier, hou deze maar. Dank je, Padgett. Ik ben blij voor je, Bing. Kom mee. Dag, Padgett. Dag, Bing. Dag, Flop. Doei, doei, Padgett. Ik ging Flop helpen met het kopen van het avondeten. En ik ben een goede helper. Maar toen heb ik een lolly gepakt. Maar ik betaalde er niet voor. En dat heet stelen. En dat mag niet. Ik kon hem niet meer terugleggen, want ik had er al aan gelikt. Dus ik zei sorry tegen Padgett. En toen heeft Flop betaald voor de lolly. En ik gaf Padgett mijn wortelmuffin. En ze zei nee, omdat die van mij was. Sorry zeggen. Het is een Bing-ding. Mag ik nu mijn muffin opeten? Ja.